Hallo, ik ben Michael van zwembad.eu en vandaag ga ik u uitleggen hoe je een C-Mate lamp in een houten zwembad moet inbouwen. Dus hier hebt u een grote C-Mate lamp. Ook de kleinere modellen van C-Mate passen natuurlijk in een houten zwembad. Je hebt die altijd in wit of in RGB multicolor. Het eerste stuk dat u nodig heeft is eigenlijk een STX stofzuigeraansluiting. Dit deel gaat u inbouwen in het houten zwembad. U kan dit vastkleven met Innotec Powerbond, eveneens verkrijgbaar in de winkel of op de webshop, zodat dit goed vastgezet wordt in het houten deel. Deze dichting gaat u kleven op het inbouwdeel. U gaat de andere dichting op de ring bevestigen. Hier komt de liner tussen. U plaatst de ring op het inbouwdeel en met deze inoxen schroefjes gaat u de ring vastmaken. Als dit allemaal gedaan is, kan u een gat snijden door de liner en gaat u de C-Mate lamp bevestigen met de schroefdraad in het inbouwdeel. Hierna kan u ook nog de versiering aanbrengen. Deze is tevens verkrijgbaar in verschillende kleuren. Standaard is die wit, maar ook verkrijgbaar in grijs, blauw of beige. Ziezo, nu weet u hoe dat u een C-Mate lamp kan inbouwen in een houten zwembad. Hierna volgt nog een kleine video over de installatie zelf. Nu gaan we daar verlichting in steken. Een doorvoer maken voor de verlichting. Meestal zetten we die gewoon in het midden. Een wanddoorvoer voor verlichting te plaatsen. Deze zijn verkrijgbaar op de webshop of in een van onze winkels. Tot ziens!